12 uur, we staan bij station Leiden Centraal. De demonstratie gaat zo beginnen tegen Zwarte Piet. Wil iedereen even wat dichterbij komen graag? We gaan beginnen met de demonstratie, of in ieder geval we gaan lopen naar de locatie van de demonstratie bij de Hartenbrugkerk. De politie heeft ons gevraagd, want we hebben eigenlijk ook een soort van afgesproken dat we in, als we daar naartoe lopen, dat we onderweg geen spandoeken laten zien. Wat leuzen roepen mag wel. We gaan erheen lopen, duurt ongeveer een kwartiertje, 20 minuten. Ik hoorde net dat Sint en de Pieten zijn net aangekomen op de Beestenmarkt. We gaan daar langs lopen, we gaan ergens langs de route staan. Kijk hoor. Ja, het zou kunnen dat er is nu allerlei pers. Het zou kunnen dat pauwnieuws of zo nog komt. We willen iedereen vragen om die gewoon te negeren. Dus gewoon nergens op ingaan, gewoon niet tegen praten. Dat is gebleken dat dat eigenlijk de beste oplossing is om te zorgen dat er geen vervelende filmpjes komen of zo min mogelijk te delen. Dus dat willen we jullie vragen. Ik denk dat het belangrijkste is. In principe is het een vreedzame demonstratie, dus we gaan gewoon daarheen en daar onze leuzen roepen, spandoeken laten zien, gewoon onze onvrede laten blijken. Nog één ding, er zijn best wel wat extreemrechtse lui in de stad, ook hieromheen. Dus we willen iedereen vragen om allemaal bij elkaar te blijven en als je weg moet of zo, doe dat nooit alleen. Dus ga altijd samen met één of meer mensen. Zodat iedereen gewoon veilig kan blijven. En ook als we aan het einde weer teruggaan, dan doen we dat in groepen. Dus niemand gaat alleen door de stad lopen. Dat is even belangrijk. Het zou kunnen, maar... Nou, we komen nu bij de nieuwe Beestenmarkt. Veel politie voor de deur. En daar staan wat mensen die het niet eens zijn met deze demonstratie. Nou ja, die zijn er natuurlijk altijd wel, maar dit is een groepje dat er wat minder gezellig uitziet, zou ik maar zeggen. Zwarte Piet is zwart verdriet! Zwarte Piet is stil verdriet! Zwarte Piet is stil verdriet! Zwarte Piet is zwart verdriet! Zwarte Piet is zwart verdriet! No more blackface! No more blackface! Weg met Zwarte Piet! Weg met Zwarte Piet! No more blackface! No more blackface! De demonstranten lopen nu over de Lange Maren richting de Hartenbrugkerk. Daar zijn we bijna. Want daar hebben ze van de gemeente toestemming gekregen om te demonstreren. Er is een vak afgezet met hekken. En binnen die hekken mogen ze dan hun boodschap laten horen en laten zien. Een hoop politie op de been. ME-busjes. Je ziet hier de zijstraten tegen demonstranten. Door de Zwarte Piet demonstranten weggezet als neonazies. Dus we gaan dichterbij. Nou ja, je ziet het. Het zijn de gezelligste mensen die vandaag in de stad zijn, zo te zien. Stop politiegeweld staat op een van de spandoeken. Dat heeft vast te maken met Rotterdam, waar vorige week wat arrestaties, of eigenlijk wat, 200 mensen zijn aangehouden. Ja, dat ging niet altijd zonder slag of stoot, letterlijk.
Maar al met al gaat het er behoorlijk gemoedelijk aan toe hier in Leiden tijdens de anti-Zwarte Pieten demonstratie. Ook landelijke media zijn aanwezig. Dat komt natuurlijk omdat deze demonstratie ook landelijk is aangekondigd. Nou, en in dat licht is het hier eigenlijk gewoon doodstil. Handjevol demonstranten, enkele tientallen, een paar tegendemonstranten en heel veel politie om de boel in goede banen te leiden. Nou, we zijn aangekomen bij het demonstratievak bij de Hartenbrugkerk. Een kerk die gisteravond nog werd afgezet omdat er stenen uit de gevel naar beneden vielen. Maar het gevaar is blijkbaar geweken, want de plek is niet veranderd. De plek waar gedemonstreerd mag worden. Nou, je ziet het hier op de kruising met de Lange Mare en de Haarlemmerstraat. Daar komt Sinterklaas straks ook langs. Met een pieten. Overigens 90% zwarte pieten in Leiden vandaag bij de intocht. En 10% roetveegpieten. Geen kleurtjespieten, geen witte pieten. Zwarte Piet is zwart verdriet. Zwarte Piet hoort niet. Zwarte Piet hoort niet. Zwarte Piet kan niet. Zwarte Piet kan niet. Zwarte Piet moeten we niet. Zwarte Piet moeten we niet. Zwarte Piet willen we niet! Zwarte Piet willen we niet! Zwarte Piet mag niet! Zwarte Piet mag niet! Racisme kan niet! Racisme moet niet! Racisme willen we niet! Racisme mag niet! Racisme kan niet! Racisme willen we niet! Weg met racisme! Ze gaan langs het hek staan, dan kunnen we het niet lezen. Misschien kunnen ze hem nog even hier laten zien. Listen to black voices, don't make black faces. Dat staat er op het grootste spandoek hier bij de demonstratie. Maar nu hier vandaag is extreem rechts, zogenaamde beschermers van die traditie, ook weer de intocht aan het verpesten. De intocht kan niet plaatsvinden, omdat extreem rechts hier vandaag staat de openbare orde te verstoren. Dank jullie wel, jongens. Wat zijn jullie een helden? Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! No more black face! No more black face! Ja, dat is het kat op de spek binnen natuurlijk. Hier is Zwarte Piet. Komt even bij de demonstratie kijken. Ik geloof dat de politie dat toch niet zo'n heel goed idee vindt. En hij wordt met zachte hand weggeleid. Zwarte Piet mag niet. Zwarte Piet, nee. Jordi. Nee, dat voel je niet. Thank you.
Thank you.